federale regering heeft dus niet stilgezeten, Jordi. Maar vooral, ja, is het voldoende? Wat vindt Stanko daar eigenlijk van? Wel, het is natuurlijk positief dat men maatregelen neemt die op korte termijn die factuur van de gezinnen verlicht. Maar we weten natuurlijk dat die maatregelen ook wel een grote budgettaire impact hebben. Die moeten gefinancierd worden. Daar kijkt men eigenlijk naar overwinsten die door bepaalde spelers binnen de energiesector worden gerealiseerd. En die zal men een stuk gaan afromen. Maar ja, volgens ons is het toch ook wel belangrijk dat men ook meer structurele maatregelen gaat nemen. Wij pleiten bijvoorbeeld al langer voor het ontvetten van de elektriciteitsfactuur, het uithalen van bepaalde heffingen uit die elektriciteitsfactuur en ook voor een universele dienstverlening waarbij een vast gereguleerd tarief aan consumenten wordt aangeboden. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website. We'll be right back.